voor Pasen. Dus met andere woorden, ik hoop dat ik de chat kan zien. Nou, in ieder geval van harte welkom iedereen bij dit webinar. En dat is een M2W, Money to Work, system webinar. En dat is eigenlijk van alles met Thijssen. Dat is een toptrader. Die is momenteel op vakantie, op zijn welverdiende vakantie. En die heeft jarenlang ervaring als prop trader, proprietary trader. Dat is een core business. Dus eigenlijk is het zo dat je iets goedkoop koopt en duurder verkoopt. En ook tegen elkaar wegzet als hedge. En het is ook zo dat Alois Matthijssen geen systeem of fabriekverkoper is van dat systeem. Maar hij zocht eigenlijk naar mogelijkheden om het traden makkelijker te maken. En van de origine is hij, net als ik, vloerhandelaar. Hij is iets ouder dan ik. Hij heeft zelfs een marketmakershuis gehad. Hij heeft op optiebeurs in de jaren 1986 heeft hij ervaring opgedaan als trader. Hij heeft zelfs de crash van 86 meegemaakt. Ik wil niet zeggen dat hij de 1986 crash heeft in gang gezet. Maar hij was wel dichtbij en hij heeft heel veel beurservaring. Hij heeft zelfs een handelshuis gehad met 27 traders en dan was hij meer manager dan trader. En hij heeft dus ruim 25 jaar praktijkervaring. En met vallen opstaan heeft hij heel veel ervaring opgedaan. Mag ik kort vragen, wie van jullie heeft allemaal ervaring met trading? Dus met trading of korttermijn trading? Dus dat is wel een belangrijke. Ik zie allemaal wat, een beetje. Ik zie de chat inderdaad. Een beetje, niet erg veel. Traden met drie komma's, oké, crypto's. Ingrid natuurlijk. Drie commas, crypto's, een beetje ervaring, Igor, deden, oké. Meestal zijn er crypto's, nou prima. Op zich kun je ook crypto traden op MTW, maar dat zou ik niet aanbevelen omdat je de spread tegen hebt. En nou, de meeste hebben niet zo heel veel ervaring, dan ga ik even een sneltreinvaart door de markt heen, door de intro. Hele korte intro van mezelf. Ik ben zelf crypto trader, option trader, CFD en forex trader en ben ook sinds 2017... eigenlijk al langer keynote speaker op het gebied van crypto's. En ik reis stad en land af en ook de hele wereld over. Ook in september ben ik keynote speaker in Vilnius, Lithuania, over crypto's. En dan moet ik voor een groep bachelors en ook een groep masters moet ik dan een training geven hoe geld verdienen met crypto's. Nou, ik ben begonnen als vloerhandelaar bij Alex, dan wel, nee, de VB Bottomline is het zelfs. Voorloper van Alex en ook Bink. Later ben ik ook nog mee begonnen. Ik ben ook kort marketmaker geweest. Dat wil zeggen dat ik uit ervaring kon spreken als marketmaker. Waarbij je dus niet gaat gokken, maar dat je altijd deltas gaat hedgen. Dit is een andere tak van sport met trading. Wat wij ook met intraday trading doen. Korte posities innemen. Kort erin en kort eruit. En dat meestal op een minuutbasis tot 10 minuten basis. Nou, ik heb meer dan 25 jaar praktijkervaring. Ik ben vooral dus praktijkman. Als je in de markt gaat kijken, dan is het belangrijk om de markt goed te analyseren. Je moet namelijk weten, zit je in een uptrend, een trading range of een downtrend? Nou, dit is schematisch. Als je een uptrend hebt, heb je higher highs, higher lows. Je hebt trading range als je gelijke top hebt, gelijke bodems. En als je een downtrend hebt, heb je lagere top, lagere bodems. Nou goed, dat is allemaal gesneden koek voor iedereen. En dit is waar heel veel bullshit verhalen mee beginnen. Ook door andere partijen. Wij doen dat niet. Wat we eigenlijk aanbieden is een soort systeem met duidelijke regels, handvaten. Waarbij je eenduidig een koopsignaal hebt of een verkoopsignaal. Grijs bestaat niet. Voor mij ben je ook niet half zwanger, naar mijn idee. Dus met andere woorden, je hebt heel duidelijke signalen. Belangrijk is wel dat je niet denkt dat dat een money machine is. Het belangrijkste met trading is dat je heel veel zelfcontrole hebt. Je moet emotioneel boven jezelf staan. Althans, je moet zelf heel emotioneel stabiel zijn. En mentaal dus stabiel, positief ingesteld. Ik wil niet zeggen, opportunistisch moet je wel een beetje zijn. Maar je moet ook niet te hebzuchtig zijn. En je moet wel kritisch op jezelf zijn. Ik heb zelf ook wel heel veel fouten gemaakt, ook afgelopen maanden weer. Maar goed, daar leren we van. Het is een continu proces van het zoeken naar verbeteringen en of veranderingen van jezelf. En geen dollartekens in de ogen hebben. Dus enough is enough. En op een gegeven moment moet je denken, nou, dit is mooi geweest. Klaar, morgen weer een dag. Maar natuurlijk moet je wel gedreven zijn. Je moet wel continu op de markt zitten.
kijken waar de opportunities zijn. Niet blijven haken en steken in een mistrade. Ik heb ook voor mij 4 van de 10 trades gaan gewoon mis. Die moet je gewoon accepteren. Maar het belangrijkste is wel dat je een plan van aanpak hebt. Wat zien jullie hier trouwens? Even een korte test. Het is geen strikvraag, maar wat zien jullie hier? Even wat losse comments van jullie. Dat heeft een beetje met de markt te maken. Wat zie je hier? Ja, Marianne van der Steen zegt rondje. Dina zegt smiley zonder smile. 3 rondjes en een streepje. Ja, ja, ja. Die Ram, die heeft hem al een keer gezien. Dit is inderdaad niets meer en niets minder dan dit. Dit is een cirkel. 2 kleine cirkeltjes en 1 streep, horizontale streep. En waarom is het belangrijk? Omdat je namelijk in de markt heel snel gevangen zit in een bias, in een tunnelvisie. Als de markt omhoog gaat, dat je alleen maar long gaat denken. En als het naar beneden gaat, dat je alleen maar short gaat denken. Of, sterker nog, stel dat je short zit in de markt, in een sterke bullmarkt en je zit scheef, dan zit je eigenlijk te kijken naar verkoopmomenten. Dan zit je te kijken naar verkoopmomenten om bij te geven, bij te middelen in het negatieve. Dat is natuurlijk niet goed. Je moet namelijk zorgen dat je een objectieve manier hebt van handelen. En het belangrijkste is ja, met compounding, dit is ook de truc denk ik. Naast het spreiden van je assets, van de trading potjes, dat je met compounding aan de slag gaat. Dus dat je stelt dat je zegt, nou, weet je wat, ik ga met 1000 euro beginnen. Zet op een account en je kunt met een CFD broker een leverage 1 op 30 doen. Ja, stel dat het 1 op 10 is, dan heb je met 1000 euro, 10.000 werkkapitaal. En als je dus een target hebt per dag van 0,5% en je hebt dus een euro-dollar position size 20.000, nou dan moet je een leverage 1 op 20 doen dan. En je pakt 3 pips per dag. En dat is een pip is een 4 cijfers achter de komma bij de euro-dollar of wat dan ook. En dat betekent als je 3 pipjes pakt per dag, dan wordt die 1000 euro. Wordt dan in een handelsjaar 2684 euro. Dus een mooi rendement natuurlijk. En het gaat erom dat je kleine winstjes pakt. En we hebben ook een DAX-systeem. Ik heb toevallig wel even de DAX opgezet. Daar gaan we zo even naar kijken. De DAX is de DAX 30, de Duitse index, de grootste graadmeter. Alles Matthijs, die houdt altijd de trades bij. Dit is vorig jaar, 2019. Hij moet 2020 nog bijwerken. Maar dan had hij, meen ik, 1842 punten gepakt. En dat kun je zo zien. Als je bijvoorbeeld 10 euro per punt speelt, dan heb je dus 18.420 euro. Dus niet verkeerd. Maar goed, zo hoog en zo groot speel ik zelf niet. Ik doe meestal kleine contractjes. Maar het gaat even om het idee dat je door gedisciplineerd winsten pakt, een paar pips. En onze stelregel is dat je met de DAX beter in de ochtend tussen 9 uur en 10:30 kan handelen. Dat is de meest liquide markt ook. En natuurlijk af en toe om 2:30 en 3:30 en later nog. Maar meestal in Amerika, dan pakken we de markt over. Dan pakken we de DAX'ers of de spiezen. Of de Nasdaq bedoel ik. Of de Dow. En, maar in ieder geval als je gedisciplineerd bent, pak je de zwarte cijfers zijn positief. De zwarte cijfers zijn negatief. Je hebt af en toe wat min treetjes erbij. En dit is een voorbeeld van afgelopen maanden. En dat is natuurlijk ook zo. De coronacrash heeft bij heel veel aandelenbeleggers niet goed gedaan. En dat komt natuurlijk omdat je met aandelenbeleggers long only zit. En met daytrading kun je mooi long en short gaan tegelijk. Niet gelijk, maar je hebt meer flexibiliteit. Je zet je computer uit 's avonds en je gaat volgende ochtend weer kijken. Alois heeft dus ook een paar keer 104 in de week punten gepakt. 104, 16, min 8 enzovoort. En dus cumulatief was het 870 punten in een paar maanden tijd. Dus hartstikke mooi. Maar ja, hoe doe je dat? En hoeveel kun je verdienen? Nou, stel dat je met 10 CFD'tjes handelt. Hè, dan heb je dus, wat ik eerder had gezegd, 18.420 euro verdiend. Nou, dat is met een leverage van 1 op 30. Dan heb je een margin note van 44,80. Dat is een rendement van 184%. En met een
Dat is handelskapitaal van 30.000 dus. En als je rendement op 1000 euro handelskapitaal doet, en dat is een hoge leverage, nou, dan heb je 840%. Maar dit is eigenlijk wel, ik wil je meegeven, als je 30 tot 50% van deze resultaten behaalt, ben je al heel goed bezig. Nou, deze laat ik even zitten. Deze vind ik wel belangrijk. Kijk, dit is de DAX-index volgens mij. Met een mooie curve op basis van MTW-systeem. Daar hebben Duitsers trouwens gedaan. We zitten ook in Duitsland. En dat is in ieder geval zo dat we mooie, ja, gestage curve. Heb je ook af en toe een knikje. Maar je bent niet zo grillig bezig zoals de DAX hier. Wat heb je ook bij Money to Work? Dan heb je niet alleen een systeem met koop-verkoopsignalen. Ik ga het zo illustreren en hebben we tot 9 uur de tijd om in de praktijk te brengen. Je hebt dus ook toegang tot WhatsApp en je hebt twee groepen. En je hebt een Money to Work, Money to Work Traders app. Daarbij plaatsen we onze trades. En Money to Work support, technical support, daar plaatsen we altijd de technische vragen. Dus als je vragen hebt over hoe werkt het pijltje en hoe werkt dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik heb overigens ook een flink aantal klanten weer geonboord met systemen, met MTW. En het aardige is, wat ik ook al zie, wat ze voor hebben gedaan, vraag ik door. De deelnemers, heel veel mensen, heel veel traders, niet dat jullie dat zijn, maar heel veel mensen, die zeggen, ja, ik, de onderste man, hè, de onderste trader, die is continu bezig van één systeem en hoppen naar een ander systeem. En die gaat de ene gratis cursus naar de andere gratis. En of die betaalt een klap geld en wordt weer van de koude kermis thuisgekomen. Maar wat doet die gast? Die loopt dan weer terug. En je ziet dat hij bijna aanwezig was. Maar je moet boven, dan zie je die bovenste man, die is heel erg actief. Dat zou ik kunnen zijn. En die is behoorlijk bezig met diggen. Diamonds en diggen. Die onderste man, die heeft afzakkende schouders. En die ziet, ja, die ziet hem meer zitten. Die gaat weg. Maar de ene iemand die zegt, oké, ik wil resultaat halen met traden. Ik zeg dus niet dat het makkelijk is. Maar door perseverance, dat je echt heel veel goede resultaten kunt behalen. Ik wil graag weten, jullie hebben het natuurlijk ingeschreven op dit webinar voor trading. Wat is jullie, of wat is jouw target? Wat is je doelstelling met bijvoorbeeld traden? Wat zou je graag willen bereiken? Je droom, financiële afhankelijkheid natuurlijk, of dat je gewoon beter wordt. Dus shoot. Dus wat is jullie idee? Oké? Financiële afhankelijkheid. Oké, kan ik je voorstellen inderdaad. Beter in traden, oké? Een beetje extra geld is altijd goed, Hans. Dat is zeker zo. Beter worden. Ja, Frank. Mooie tijdsbesteding. Ruud de Schuren, absoluut. Levensonderhoud, bijverdiensten. Daar zijn heel veel mogelijkheden natuurlijk. Het mooie is inderdaad dat door traden... door zelf te doen... dan zit je zelf achter het stuur. En dan kun je ook inderdaad met thuisbesteding... nu zit ik dan toevallig hier. Ik heb mijn vriendin gezegd, kom wat later. Maar normaal gesproken zeggen, oké, van 9 tot 10:30 ben ik klaar. Ben ik gewoon bezig, focus. En dan ben je 10:30, ben je gewoon klaar in de ochtend. En dan kun je je scherm uitzetten... of misschien later nog een keer kijken... en dan ga je volgende dag weer kijken. Je hebt geen... overnight risico. Je moet niet overnight gaan wat dat betreft met daytrading. Nou, Paul van Helmond, die zegt ook in aanvulling pensioen, heel mooi. Ik zou zeggen, je hoeft niet heel veel geld te hebben dan om te kunnen handelen en om pips te pakken. En ik zal zo uitleggen waarom en hoe. Nou, dit is, ben ik dus niet. Niet dat je denkt, dit is Robert en ik ben nu naar een botox dokter geweest. Dit is Alois. Ik moet mijn foto nog aan erbij plakken. Maar goed, Money to Work, we geven graag een demonstratie. Met andere woorden, mocht je interesse hebben in een soort coaching, een soort vrijblijvende interesse in het systeem, feel free om dit vorm in te vullen. Kan ook op het einde, laat ik deze even zien. Nu wil ik jullie meenemen naar de wondere wereld van de charts. Wat ik altijd doe is... even uitleggen. Ik neem aan dat jullie allemaal weten hoe charts werken, wat de candles zijn. En dit is bijvoorbeeld de DAX. En dan zal ik even een Ctrl-M erbij pakken. Dit is Admiral Markets.
met een account. En dan kun je allerlei markten handelen. Ik pak even de index, de DAX 30 bijvoorbeeld. En dan zien we dus bij de DAX, dan moeten we even kijken welke contractgrootte erbij staat. Nou, dit is Edmond Markets, heeft een hele nette spread. Het heeft 0,8 punten. Dus nog ineens een punt spread. En dan moet je altijd kijken, wat is de contractgrootte? Dat betekent contractwaarde is 1. Dat betekent met 1 contract koop je dus voor 12.609 een positie. En iedere euro omhoog of beneden is je P&L. Met andere woorden, je koopt een DAX met 1 contract, dan verdien je 1 euro omhoog en verlies je 1 euro naar beneden. Dus dat is heel belangrijk om te beseffen met traden. Dat is heel belangrijk. Wij benaderen de markt ook top-down. Dat wil zeggen, we hebben een lange termijn grafiek. Dat is de 15 minuten grafiek. Dit is een template die je bij het Monitor Work System krijgt. We hebben altijd 3 timeframes. De 15 minuten voor het grote plaatje, 5 minuten voor middelgroot en 1 minuut grafiek voor de timing. Waarom pakken wij de 15 minuten? Dat is omdat wij van tevoren al de pivot points in hebben staan. Dat wil zeggen dat we de daily open in hebben gestaan en ook de yesterday high, dat is de blauwe lijn. En dat betekent dus als de daily open vanochtend om 4 augustus, dit is een beetje een soort systeemtijd, 9 uur, is eigenlijk 10 uur op het systeem. En 9 uur in de DAX dan, zie je dus een daily open. Om 8 uur gaat de markt al open met de futures. Nou, dan zie je dat de markt even omhoog gaat naar de resistance 1. Dus van tevoren op 15 minuten zie je al de R1 zie je er al in staan. En aan de onderkant de S1 en de pivot point in het midden. Je ziet dus ook bij de daily open dat de markt ineens doorzakt naar de gele lijn. En zakt door naar de pivot point, PP. En dan zie je dus aan de onderkant, stel dat de PP niet had gehouden en de markt was doorgezakt, dan was support 1 de eerstvolgende referentie. En de yesterday low, die hebben we dus niet gezien, dat is de rode. Maar het gaat er eigenlijk om, in het grote geheel, dat we dan gaan kijken naar, naar de grote geheel. Dus waar liggen de weerstanden? De R1 is een weerstand en de onderkant is een pivot point en de S1. Nou, dan hebben we ook nog de trend voor de 5 minuten. En dat is belangrijk om even perspectief te plaatsen. Hoe ziet de markt eruit? Nou, nu een beetje sideways. We hebben momenteel aan de bovenkant 12.623. Dat is een resistance area. Aan de onderkant, die pivot point, is die op 12.576. En dat zie je hier ook onder. En ik heb hier een soort staffels van 25 punten marge. En heel vaak zie je dat rond 25 punten of 50 punten, dat er gewoon ook wel, dat er ook een support plaatsvindt. Nou, afgelopen 5 minuten zie je dus een blauwe lijn. Dat is een propriety moving average. En dat betekent eigenlijk dat het een soort samengestelde moving average is. Geheim van Smit weet ik niet precies, maar wat ik wel weet, is dat er zijn twee soorten kleuren. Dus rood of een paars, wat is dat? Oranje. Dat wil zeggen, oranje is negatief momentum, negatieve trend en blauw is positief. We hebben geen grijs, want half zwanger bestaat niet. Je bent of zwanger of niet als vrouw. En wij houden ook van eenduidigheid. En nu zie je dus, op dit moment is nu ook een sell gaande. Dat betekent eigenlijk, als ik nu ga kijken naar momenten, ga ik even kijken hoe die instellingen zijn. Dan zou ik kunnen zeggen, ik ga hier short. Ik zet de oude trading aan. Ik ga gelijk even een sell order in plaatsen. 2 keer. En dat doe ik even tussendoor. Een kleine contract groot om jullie ter illustratie te laten zien wat de mogelijkheid is. Je handelt als het ware met de trend mee naar beneden. Ik doe altijd 2 posities. Waarom? Omdat ik met 1 positie of winst neem. Of eruit wordt genokt met verlies. En met de tweede dan ook. Als ik 2 dubbele posities heb. Maar het gaat erom dat als ik dus een take profit heb in 1 keer, dan neem ik die ook. En dan schuif ik die andere mee naar beneden. Dus die take profit bij de tweede positie neem ik mee naar beneden. Nou, hieronder zie je dus ook een P&L. Ik heb nu een mini-contractje, dat heb ik bewust gedaan, omdat ik niet full focus ben, maar ook met de presentatie jullie iets wil laten zien. Wat ik nu heb gedaan is, ik heb gekeken, is de moving average,
PMA noemen we dat, is die rood of blauw? Nou, is rood. Dus dan zoeken we naar een verkoopmomentum. Verkoopmoment. En de verkoop wordt eigenlijk bepaald door een pijl, dus die paarse pijl. En dat betekent dat die geldig is als je onderkant, en dan zie je ook de MACD, dat is die blauwe lijn, of de onderste indicator, groen en rood. Dus als die negatief is, dan zit je in een neerwaarts momentum en dan mag je een verkoop inzetten. Short gaan dus. Dan ga je eerst verkopen en dan koop je een hoop op een lager tijdstip, lager moment terug. Wat ik nog wil zeggen is dat ook nog dus een filtertje, zeg maar, als er een bolletje is. Dat betekent dat dat dan niet geldig is. Dus eigenlijk wil je geen bolletje hebben. Meestal is het zo, ik wil bolletje, maar dit is andersom, ik wil geen bolletje. En dat betekent dat bij een bolletje het momentum afneemt. Ik moet eerlijk zeggen dat Alois heeft een andere benaderingswijze. Hij zegt eigenlijk, als ik een verkoopmoment heb, dan gaat hij een sellstop inleggen. Niet market zoals ik heb gedaan. Ik loop een beetje op de grafiek vooruit dan. Maar dat betekent dat je een pending order, een lopende order hebt. En dan wordt die onder die lijn wordt die getriggerd. En ik denk dat die op het moment bijna wordt getriggerd. En dat zie je aan de rode lijn, die groene lijn. Die onderste is dat. Mocht die markt doorzakken, dan ga ik voor de tweede pluk erin. Gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Ik ga even kijken of jullie vragen hebben. Ik heb bewust even die chat weggezet. Anders krijg je namelijk minder te zien. Wat betekent de PP, de pivot point? Dinan, het is heel goed dat je zegt. Ik weet het eerlijk gezegd niet precies hoe dat berekend wordt. Wat ik wel weet, dat een bepaalde formule is. Pivot point gebaseerd op de high, low en close van de vorige dag. Bepaalde berekening is het toegepast. En dat projecteren ze dan op de dag daarop. Dus dat is belangrijk om even aan te geven. Dus Google gelijk even die dingen. Wat ik belangrijker vind is dat het werkt. Dat pivot point eigenlijk wil zeggen, je hebt een middenprik, pivot point. De bovenkant heb je een soort bandbreedte. Dan heb je een resistance en weerstand. R1 en de R2, dus resistance 2. En de bovenkant en de onderkant heb je dan de support 1 en support 2. Even recapitulerend. Nu zie je dat ze ook ondertussen dat die grafiek is rood gekleurd. Dus dat komt door mijn posities. Maar nu zie je dus van tevoren, vanochtend hadden we de horizontale lijnen, die stonden er al in. En je zag ook dat de pivot point is ook support gebleken, nog steeds. Dan mochten we weer een sell-off plaatsvinden, dan denk ik dat daar de 12.580 weer een support zal plaatsvinden, dat die markt weer gaat bouncen. Wat ik nog ben vergeten te zeggen, is dat in het systeem zit dus ook een trader dashboard, de TDB. Ik wil eigenlijk zeggen dat ik van tevoren predefine, dus ik zeg van tevoren, ik wil even kijken, dat is de expert advisor, ik wil 80 is 8 punten, 80 deel de 10, 8 punten, wil ik winst pakken en een stop loss ook gelijk. Kijk, nu zie je, ik heb twee posities, 2,5 pip heb ik nu winst, punten bedoel ik, sorry, 3,7, ik heb nu twee posities en die lopen nu naar beneden. Wat ik nu ga doen, ik heb nu een winst. Wat ik nu ga doen, ik ben heel conservatief. De bovenste lijn, die trek ik mee naar beneden toe. En dat betekent, ik heb nu 8 punten volgens mij profit op die ene, die take one. Op die eerste positie kan ik niet meer verliezen. Maar wat ik ook wil doen, ik wil de andere ook mee naar beneden slepen. Dat doe je dus met het pijltje naar beneden. En ik heb nu 8 punten bijna winst. Dus hij wordt bijna gehit. Je kunt ook zeggen, weet je wat, ik pak gelijk 8 punten. Heb je niet hoor. 6 punten zie ik. Ik pak hem gewoon. Dan heb je in ieder geval 6 punten winst. In die andere zet ik nu gelijk conservatief op break-even. Ik heb nu 2 punten winst. Ik denk dat hij op break-even eruit gaat. Beppie. Maar dat geeft niet. Dan heb je in ieder geval een goede trade gedaan. Goed voor het gevoel. En als ik geluk heb, loopt deze door. Nou, je ziet dat plus 5. En dan zie je dus omgerekend 4,7, 5,0 maal 10, 0,10 is in dit geval 60 cent. Nou, het is hem niet zoveel, maar het gaat om even het idee. Normaal gesproken
pomp ik gewoon een factortje 0,5, 0,6 of 1 erin. Maar het gaat even om, ik ben ook niet zo blij met de DAX in de avond. Maar goed, het gaat even om jullie mee te nemen naar de systematiek. Dus we hoeven, een mooie is van dit systeem, Ruud, ook. Je kunt straks gewoon zeggen, nou, ik neem een winst, ik ga weg. En je gaat de volgende markt weer kijken. Het punt is, ik heb ook heel veel coachklanten gehad die zeggen, ja, schuine lijnen dit trekken, schuine lijnen dat trekken. Ik zeg, vergeet het. Als je een lijn trekt, doe horizontale lijnen. Maar zelfs dat hoeft nog niet eens. Deze trade dashboard, zie je dat die automatisch de take profit en stop loss al inlegt. Dus hoeft niks te doen, alleen achteroverleunen. Even kijken, hoeveel gaat de winst toenemen of afnemen? En ik denk eerlijk gezegd dat die straks wordt afgetopt. Maar goed, de DAX die beweegt een amper, maar meestal gaat het 10 punten heen en weer in één keer. Maar goed, het idee is duidelijk. We zitten nog steeds in een negatieve trend. Met andere woorden, in een rode lijn mag je niet long gaan. Dat is ook discipline. Ga niet denken, nou, ik loop de grafiek vooruit, ik ga alvast kopen. Niet doen. Dat is vraag om problemen. Even kijken of er nog briljante vragen zijn. Ja, Johan Verlinde, leuk dat je weer bij bent, Johan. Johan, die heeft aangegeven, pivot is high plus low plus close gedeeld door 3. En hoe je dat dan, projecteert, dat doet het systeem automatisch. Dankjewel, Johan. Absoluut. Frank Hagemans, hoe neem je 2 posities in? Ja, dat is door 2 keer te klikken. Zo simpel is dat. Alois zegt, hij doet meer hidden run. Dus hij wil kopen, verkopen in 1 keer. Maar het punt is, heel vaak heb je grote trends te pakken, lange trends, en daar wil je niet in zitten. Dat wil je natuurlijk zo lang mogelijk in zitten, maar als je dus 1 keer in en uit gaat, dan ben je, dan heb je de trend gemist voor een groot deel. Maar goed, niks is fout, niks is slecht. Niks is, er is geen gulden middenweg. Er is 1 goede gulden middenweg. Is dat je zelf goed handelt. En prettig vindt om te handelen. Mag ik zo een vraag stellen? Welke markt zou je nog meer willen traden? Dus dit is de DAX. Euro-dollar ga ik straks even doen. Dus je hoeft niet aan te reiken. Maar welke markt vind je nog meer interessant? Want er zijn natuurlijk ook andere markten die ook in de plus goed handelbaar zijn. Kijk, nu zien we de winst een beetje oplopen. Dus ik ga de take profit naar beneden zetten. Ik heb nu een take profit van 10. Nee, ik heb geen take profit van 10. Ik sleep even de profit target naar beneden. En slimmer, ik zeg, ja, waarom trek je die naar beneden? Dat wil zeggen, ik trek wel mijn stoploss in mijn nadeel. Hè, dat is dat het naar me toe komt. Maar de take profit, die wil ik zoveel mogelijk door laten lopen. Nou, en zo kun je een beetje spelen. Nou, ik heb nu 12 punten winst. Nou, doe dat factor X. Ik ken heel veel klanten die dat met futures doen. Ik heb wel eens met Forex gedaan. Dan gaat het ook heel hard. Maar nu, als we nu goed kijken naar die 5 minuten grafiek. Nou, dan zien we dus dat die 14,5 punten op die winst staat. De markt die gaat nu richting een pivot point, zoals ik heb aangegeven. Probeer ik rond de pivot point een winstje te pakken. Eigenlijk hoeft dat ook niet. Want voor hetzelfde zakt hij daar hard doorheen. Maar wat ik wel wil doen. Is namelijk. Mijn profit wil ik veiligstellen. Dat doe ik door die take. De stop los. Is nu een stop profit geworden. Dus mocht hij hem omhoog boosten. Ja, dan ben ik uitgenokt. Dat is heel jammer. Maar zo zie je dus ook. Hè, als we dus op het grote plaatje gaan kijken. Zien we dus dat een flatliner is. Nou, nu zien we dus bijna. Je kunt in elke willekeurig timeframe kun je gewoon die take profit erin zetten. Nu ben ik gewoon benieuwd. Wat gebeurt er bij die PP, bij die pivot point? Gaat die houden of niet? Wat denken jullie? Gaat die houden of niet? Of wie zegt nou, gaat als een mes door de zacht boter? Deborah Brown, heel goed. Dit systeem die werkt op alle systemen, op alle markten. Je kunt ze gek niet bedenken. Je kunt zelfs de uitvoering doen hiermee, maar dan kun je ook uitvoeren met futures. Frank zegt het zakt door de neem. Oké, dat kan. Nou, dan ga ik even mijn stop los weer naar beneden brengen.
Even kijken waar de markt is. Ja, 20 punten winst, jongens. Dat gaat goed. Ik zet deze even heel conservatief erin. Dus bij een squeeze omhoog ben ik uitgenokt. Mogen ze daar doorheen zakken. En heel vaak is het zo. Ja, de Bora zegt inderdaad, de trend is nog dalend. Ja, dat klopt. Heel vaak is het zo dat de markt wel heel vaak wispelturen. Dat die soort dead cat bounce gaat geven. Maar dit is een belangrijk puntje inderdaad. Ik denk als hij door die PP gaat, dan rammen ze hem ook gelijk door naar het volgende niveau. Dus ik ben wel voorstander van om iets lager te zetten, die take profit. En dan zie je dus ook in de praktijk hoe dat werkt. PP is in zicht. Heel veel mensen die gaan long op dit niveau, omdat het PP is. Nou, dan zie je dat hij doorzakt. 24 punten, 25 punten, 26. En op een gegeven moment, ja, wanneer is het genoeg, hè, voor jou? We komen sowieso met winst eruit, dus dat is mooi. Ga ik toch even het grote plaatje in de gaten houden. Even kijken. Ja, het zou best kunnen dat hij weer richting die low van 16 uur gaat. Richting 12.549. Maar goed, we gaan meemaken. 29, 30 punten, 31. Kijk. Het zakt als een baksteen, jongens. Dat betekent dat Amerika ook hard onderuit zakt, of niet? Ik denk het wel, hè? Vind je dit leuk of zeg je nou, gaan we even door naar een andere markt? Of zeg je eerst even deze trade goed uithandelen? Dan kan ik jullie ook een keer een rondje geven bij de volgende meeting. En het is ook zo van, ik zal ook een tip geven. Begin met kleine posities. Ik heb nu 0,3, maar leef nu $3.20 op, $3.30. Heb je meer fiducie, ga precies uitbouwen. Ik heb heel veel mensen die gaan full size erin, full throttle. Kijk, zie je, 36 plus. Nou, ik ga deze even naar beneden slepen weer. Take profit naar beneden slepen. En de stop loss naar beneden. En een stop loss leg ik, is nu een take profit, leg ik een beetje rond de pivot point. Nou, die zie ik in het donker. 32 punten. Ik kom trouwens wel op jullie vragen terecht, dus het staat voor 1 uur. Maar als we tot 9:15 of 9:30 moeten blijven zitten, ik vind het prima. Ik vind het belangrijker dat we even de dynamiek snappen, het systeem, hoe dat werkt. Maar zo zie je, maak het niet al te ingewikkeld. De markt kleurt verder in elkaar, 38, 36, 7. Rondje 36,7. Nou, heel secuur gaan we dan te werk. Ik pak toch even een take profit. Stop los bedoel ik. Een stop profit wordt dat. Aan de onderkant. Je kunt op het kruisje klikken. En dan zeg je, ik take mijn winst. Voor Nederlands. Ik neem mijn winst. Ik take profit. En aan de bovenkant, mocht een squeeze omhoog komen. Ja, dan ben ik uit. Maar dat geeft niet. Dan ben ik wel mooi aan het doorhandelen, zeg maar. Je kunt inderdaad ook zeggen, nou, ik vind $32, $33 winst, 32 punten winst vind ik voldoende. En ik hoop dat ik ook bij deze jullie de meerwaarde van het multiple time of multiple position trading heb laten zien. En dat kun je dus ook met aandelen doen. Of je nou de Trade Navigator van Harm van Wijk gebruikt of wat dan ook. Dat je zegt, ik koop voor duizenden dollar koop ik aandelen. Neem je winst, $500 en de rest laat je er gewoon doorlopen. Nou, ik zie dat de markt er gaat richting, even kijken hoor, dat is 12.557. En ik heb de take profit rond 12.550. 5-0 is een klein rond getalletje. We zien nu dat de teller erboven 41,2 winst. En maar je moet nagaan, als je dit dus systeem ook hanteert met futures, maal 25, dat is iets van 1025, meen ik, hè, als ik het goed uitreken. Dus met andere woorden, je kunt zo gek doen als je zelf wilt. Nou, je ziet dus hier 42,7. De winsten worden gestaag hoger. Dat zien we graag. Maar op een gegeven moment zie je ook dat er dus een soort kentering komt. En dan zie je dus op 1 minuut grafiek. De MACD, die is nog steeds negatief. We zien nog geen bolletje.
Maar dan zie je dus dat de tweede, zelfs de tweede verkoop, daar werd hij ook over getriggerd volgens mij, mijn positie, werd bevestigd. Er was ook een geldig verkoopsignaal. Dus de Money to Work System heeft ook bij deze zijn waarde bewezen. Dus het is ook geen achteraf gelul, zoals je heel vaak ziet en met PowerPoints, maar echt real time. Dus ik heb ook wel eens sessies gehad waarbij het misging hoor. Dus dat zal straks ongetwijfeld met de Forex gebeuren. Maar gaat even om hoe je dat gaat uithandelen. Vraagje, wie zou op dit moment zeggen, ik neem een winst? Of wie zou zeggen, ik blijf wachten? Kijk, niet allemaal tegelijk. Stel dat je deze precies ook had. Zou je de winst pakken of zou je hem door laten lopen? Nu weg. Oké. Neem winst. Winst nemen. Winst nemen. Zou niet meer naar kijken. Ah, kijk. De stop los verplaatsen. Ja, heel goed. Ik ga toch even mijn stop los. Is nu een stop profit geworden. Naar beneden trekken. Heel krapjes. Maar de meeste zouden winst nemen. Die zouden nu een biertje halen, denk ik. En ik denk dat misschien bij Ruud koffie wordt bezorgd. Als ik me niet vergis. Ik doe toch stiekem Marianne van de Steen. Stop los verplaatsen. En ik wil het wel even zien. Wie vindt het leuk om de markt zo te benaderen? Dit is trouwens ook een mogelijkheid om de trading stop los mee te plaatsen. Automatisch. Maar ik heb het een keer gedaan en dat was het in centen. Dus werd ik gelijk uitgenokt. Dus daarom doe ik het even ambachtelijk. Ambachtelijk betekent dus handmatig, hè? Ingrid, nou, het is niet time consuming. Dat is namelijk time consuming. Oh, wacht even. Time consuming. Ja, kijk. Natuurlijk is het zo dat je time consuming in die zin dat je nu... hoe lang ben je nou in de positie? Misschien ineens 10 minuten. Nou ja, als ik iedere keer zo winst neem. Wat ik voor mij ook kan doen, ik kan winst... Even nadenken, sluit order, aanpassen order. En ik dacht dat ik die order kon sluiten met een bepaald percentage of een... Kijk hoor, of dat lukt. Nee, als ik sluit order F9 doe, dan ben ik helemaal uitgenokt. Sluit order, denk ik. En aanpassen. Dat heb ik al... Stop los. Ja, ik kan het niet aanpassen hier. Dat vind ik jammer. Stop los. Take profit. Verdieping. Nee, ik weet het niet. Normaal gesproken zou je voor mij één lot kunnen veranderen in 0,5 zo. Maar dit is de kleinste eenheid. Ik heb 0,1 als kleinste. Ja, klopt. In plus 500 kan inderdaad. Maar hier ook mee. Maar ik heb al 0,1. Dat was mijn kleinste. En ik had al gedeeltelijk winst genomen. Om jullie niet verder in spanning te laten. En ook niet te veel tijd in beslag te nemen. Ik neem een winst. Ik ga met jullie mee. Klaar. Nou, dan zie je dus dat ik bij de trade history kun je kijken. Nou, ik heb dus bij de eerste positie had ik 0,57. Dat is 6 punten winst bijna. En die andere had ik 38,9, zeg maar 39 punten winst gepakt. Nou, hartstikke mooi. Wat ik ook wilde laten zien via dit systeem, dat is met trader, MetaTrader 4, kun je namelijk je rapport kun je tonen. Als gedetailleerd dingen kun je doen en dan kun je dat laten zien. En dan kun je dus ook al die trades die je hebt gemaakt, kun je in een rapport zetten. En dat vind ik heel belangrijk, dat je dit ook gewoon monitort. Want je wil natuurlijk hebben dat de account zo omhoog gaat. Nou, en wat het mooiste is, dat je namelijk ook het aantal trades, ik heb 64% van de trades zit ik goed. Ik heb 55,9% van de trades goed. Oftewel 44,909% heb ik min. Dus 50-50, maar de profit factor is 1,3. Dat betekent iedere trade die ik doe, heb ik meer winst dan verlies. Die moet gewoon boven de 1 zijn. En dat kun je ook voor jezelf doen. En dat is ook voor de zelfdiscipline waar ik het eerder over heb gehad. Kun je dat gewoon toepassen. Mag ik een verzoeknummertje? Een markt.
één laatste markt om met jullie te behandelen. Shoot. Ik zet even Ctrl-M erop. AX. Sorry Frank, dat AX is een beetje een nare index. Want die gaat heel stroperig en de spread is te groot. Het kan op zich wel. Maar kijk, ik zou liever de DAX handelen. Omdat enerzijds de DAX is de meest liquide markt ter wereld. Zowat naast de S&P en Eurostoxx 50. Hele nauwe spread. En ik zal uitleggen waarom. Omdat je bij de DAX, als je één contract handelt. Dan ben ik gelijk, hier zie je 0,20 cent spread. De 0,20 euro spread. Oftewel ben ik 40 cent in en uit. En met één contract ben ik dus van 5,56 naar 5,57 heb ik één verdiend. En moet ik 40 cent inleveren. Dus dat vind ik minder geschikt. Als je dan kunt zeggen, nou, ik doe 10 keer zo groot. Dan is het ook wel te doen. Maar dan ben je hogere kosten kwijt natuurlijk. Maar relatief minder. Maar ik zeg, oké, dan zal ik deze erin zetten. Dan zal ik een nieuwe grafiek inzetten. AIX, nieuwe grafiek. Die zet ik erin, dat is een nieuwe. En het enige wat ik hoef te doen, dit is dan op 1 minuut grafiek. Zet ik even de template van 1 minuut grafiek in bij de Trader Dashboard. En dan heb je nu ook, dan moet ik even kijken of die... Kijk, nu zie je dus die pijlen erboven zitten. Dan moet ik even wat aanpassen. Dat is bij indicator list. Zet ik de arrows. Display arrows zet ik op closest. Dicht bij de grafiek. Oké. En als het goed is komen die pijltjes nu daar. Maar oké, Frank. Je hebt gelijk. Als je zegt nou, ik wil ook dit systeem handelen op de AIX. Is dat mogelijk? Dan hebben we dus een rit gepakt van 558. Naar 556. Met andere woorden, ga je één future geven, dus maal 200, dat je dus 400 euro verdient op dat moment. Maar hier gaat het ook over de discipline. En nu zien we ook nog steeds een rode verkoop eigenlijk. En rode verkooplijn PMA is rood, dus we zitten nog steeds short. En zo zie je dus ook in dit gebied, in het midden, zie je dus rond een uur of ja, wat was het? 5 uur ongeveer. Hadden we ook een mooie trade gehad van 3 punten, 4 punten. En dat is, als ik het een beetje uittrek. Dan moet ik even kijken of ik die zo kan doen. Ik hoop niet dat die terugflipt. Want dat zou vervelend zijn. 31 juli is deze, 3 augustus, 4 augustus. Ja, deze. Dan moet ik deze even iets omhoog zetten. Ga ik terug naar de uur 4. Kijk deze ook. Dan zie je namelijk dat er een omslag is. Dit is heel goed om te laten zien. Dit heb je een groen vlak. Van rood naar groen in de MACD. En dan zie je dus hier bolletjes. Moet je niet handelen. Maar dan bij de eerste blauwe pijl met groen. Dan zie je dus dat we uiteindelijk een trade hebben van zeg maar 2,5 punt. En bij de take profit van 1, dan kun je van tevoren zeggen, ik wil bijvoorbeeld 1 punt winst pakken. Nou, dan stel je in. En die andere 1,5 punt had je nog kunnen meepakken. Dus, maar dat is een goede, dankjewel toch voor die suggestie. Maar ik zou het niet zo heel makkelijk op handelen. Dat niet. Even kijken, een ander verzoeknummertje. Euro-dollar. Ja, euro-dollar en olie. Voor jullie zou ik nog tot slot dus euro-dollar doen en olie. Ik heb toevallig, wat je ook namelijk krijgt, is bij het systeem, dus die trade dashboard, je krijgt ook die natuurlijk die indicator en die templates. Ik heb alvast een FX-template erin gezet, dat als Alois heeft ze gedaan. Forex, die zet je dan, die wordt ingeladen, hoop ik. Ik hoop niet dat die vastloopt, want dat is altijd de vraag. Moet je even geduld hebben, anders moet ik weer opnieuw starten. Nee, daar is hij. Kijk, euro-dollar. Ook wel eens de pleuro-dollar genoemd. Hetzelfde verhaal. Dit is ook voor de nieuwelingen onder ons heel belangrijk.
We hebben gezien dat die DAX 1 euro per punt doet. Hiermee speel je met euro-dollar erbovenin lot sizes. En één lot, dat staat voor 100.000 contractwaarde. Ik had het net over pips. Als je één lot handelt, dat betekent dus dat je één pip verdient of win je $10 per pip. Als je een tiende lot handelt, 0.10, dan doe je dus 10.000 onderliggende waarde. En dan is iedere pip €1 of $1. Doe je dus 0.01, kleinste eenheid, dan speel je dubbeltje per pip. Dan heb je 1000 onderliggende waarde. Dat kun je ook allemaal instellen. Hier geldt hetzelfde voor. Ook hier heb je weer de pivot points. En dan zie je dus ook de yesterday high, de blauwe lijn. Dat is resistance area geworden, weerstand. Daily open, heeft hij een paar keer getest. Nu zit hij boven, een beetje in het midden. De pivot points zie je ook weer hier voorbij komen. En de pivot points is aan de onderkant dan rond 1, ja, wat zou het zijn? 1.17 support 1, pivot point 1.17.54. 1.18, dat is de resistance 1. R2 is 1.18.55. En 1.1906. Dat is een beetje ongeveer het idee om dat in kaart te brengen. Dus 15 minuten, ga voor het brede plaatje kijken. Nou gaan we dus ultra korte termijn kijken. Ga ik gelijk door naar de 1 minuut grafiek. Dan ga ik even terug. Even kijken of ik die... Ja, ik wil namelijk niet die blokjes ertussen hebben. Ga ik even kijken, hoe staat de Expert Advisor? Die staat op 100, oftewel 10 pips. Nou, dat vind ik weer heel erg grof. Die wil ik op 5 pips, vind ik wel mooi. 50 en 50. Stop room, dat is wel belangrijk. 1,5 pip, 15. Lot size van 0.01. Dat betekent dus dat ik hier elke pip is dan een dubbeltje. Maar wat je ook kunt doen, dat is vooral met Forex leuk. Je kunt ook zeggen, in plaats van de lot size, kan ik zeggen, deze zet ik op 0. En ik wil aan de hand van mijn account size, wil ik 0,5% risico lopen. En dan pakt hij zelf automatisch een lot size aan de hand van de grootte van de account. Nou, als je nu kijkt, bijvoorbeeld, doe ik een buy stop. Dan, belangrijk, je ziet nu rechtsboven een huilend gezichtje, maar je moet kijken naar een lachend gezicht. Dat doe je met auto trading. Die zet je erop. En dan zie je dus dat nu de lot size 0.03 is. En dan hoef ik dus zelf niet te gaan pielen met mijn accountgrootte. Maar dan wordt je automatisch ingezet. Dus met 0.03 speel ik 30 cent per pip. Met twee posities speel ik dus 60 cent per pip. Dus dat wil ik even aangeven aan jullie. En voordat ik naar de... Ik zal deze weer uithalen. Stop, stop. Voordat ik jullie tot het slot uitlaat, zeg maar. Wil ik je even meenemen dus naar wat het systeem eigenlijk behelst. Wat kun je ermee? En natuurlijk hebben sommigen ook wel interesse om een vrijblijvende demo te krijgen. Dat kun je ook van mij krijgen. Dan doen we met Zoom of met AnyDesk. En wil ik je even meenemen naar wat je allemaal krijgt. En dan zal ik tot slot... zal ik jullie meenemen naar de oliemarkt. Nou, wat zijn de voordelen van een MTW Trading Support System? Dat is dat je namelijk de uren die je kunt zelf bepalen, dus enkele uren per dag kun je handelen. Het mooiste is dat je op meerdere markten deze systemen gewoon kan toepassen. Natuurlijk, je moet wel volatiliteit hebben, beweegheid in de markt en rendement maken in iedere markt. Het is een complementaire strategie aan de long-only strategie. Sommigen hebben een pensioenpotje voor lange termijn, komt wel goed. Nee, we hebben ook 2007 gezien, 2008 en ook coronadip hebben we gezien. Dan kun je ook dus met dit systeem geïsoleerd met long en short signalen kun je daarop handelen. En met andere woorden, je hebt geen overnight risk. Je neemt geen bewust risico, je neemt geen overnight risico, dat wil je niet. Met andere woorden, je hebt gegarandeerde slaaprust. Je hebt rugdekking van ervaren traders. We hebben namelijk WhatsApp groepen. Twee, dus eentje voor technical support en andere is voor trading.
En wat krijg je eigenlijk bij het systeem? Je krijgt bij het onboarden van het systeem krijg je één dagdeel. Of nou je kantoor is in Amstelveen. Of online of offline bij Alois. Dan krijg je altijd een 2 tot 3 uur onboarding. Kom je nog niet uit, dan kun je altijd nog weer terugkomen. Al dan niet virtueel. Er zit natuurlijk uitgebreide documentatie bij. Met manuals, brokeradvies. Nou, wij hebben een Admiral Markets. Dat is een goede. Je hebt een gratis helpdesk ook. Je kunt ze altijd bereiken. Gratis updates. Dit is ook zo. Dit systeem is voor €725 ex BTW. Dus we hebben ook wel eens gasten die zeggen, ja, ik ben ondernemer. Ik schaf daar een software. Dan kun je natuurlijk de BTW terugvorderen. En dit ook als kosten opvoeren. Dat scheelt ook weer een deel. En inclusief is het €877,25. En particulieren zouden er op kunnen voeren als educatieve kosten. Let wel, ik ben trader, ik ben geen fiscalist. Dus hang me niet op vast. Maar dit is gewoon een suggestie. Een compleet geïnstalleerd systeem krijg je eenmalig aanschaf. Je krijgt dus geen verder upsell kosten. Niet dat als wij een bolletje of geen bolletje maken, dat komt er gewoon automatisch bij. En ik heb ook zo gedaan, Alois en Matthijs, die ken ik al sinds jaar en dag. En daar ben ik nu ook mee aan het supporten. Hij is nu met een welverdiende rust toe op vakantie met zijn vriendin. Nou goed, ik weet niet of dat veel rust geeft, maar hij is in ieder geval niet aanwezig, volgende keer wel. En af en toe doen we ook live training sessies. Mocht na het onboarden van het systeem nog vragen hebben, ik bied ook sowieso nog een paar uur dan coaching aan, een uur of anderhalf, twee. In de praktijk, dat je gewoon verder komt. En ik dacht ook dat sommigen die hadden ook al het systeem aangeschaft voor jullie. Ik weet niet wie trouwens, maar degene die dat heeft, die kan erover meepraten. Ja, welke broker? Je kunt, als het een MT4 broker is, dan is het wel goed. Je hoeft niet zoveel geld in te investeren bij zo'n broker. Je zet er 1000 op. Het belangrijkste is dat je risico's gewoon goed in de gaten houdt. Je kunt altijd groothandelen. Ik heb ook een klant die groothandelt. Die heeft bijvoorbeeld de 500.000 opgezet. Nou, dat vind ik beter riskant. Maar zorg ervoor dat je een MT4 broker hebt. Admiral Markets, dat is een goede broker op zich. Omdat je daarmee ook Nederlands support hebt. Je kunt in Engeland kun je een account openen dan. Ben je door de FCA gedekt. En heb je maximum leverage van 1 op 13. Maar sommige cowboys of in ieder geval rogue traders die zeggen, nou, fuck it, ik wil gewoon 1 op 500. Nou, die kan bijvoorbeeld naar Cyprus of naar Australië, ook via Admiral Markets. Er is ook nog een mogelijkheid met Admiral Markets, dat je dus zegt, nou, ik wil een account zero kosten. Dat betekent eigenlijk dat je geen vaste kosten betaalt, maar dan is het met een spread. Bijvoorbeeld 1 punt. Of je gaat per trade een klein bedragje betalen. En dan heb je een kleinere spread. Maar goed, dan moet je zelf uitvinden. En mooi is als je via Admiral Markets bijvoorbeeld een demo-account aangeeft. En dat zal ik even laten zien. Dat is Money to Work. Nee, sorry, Admiral Markets. Dan moet je daar even naartoe gaan. In Nederland. En dan kun je een demo-account openen. En dan kun je vanuit de demo een real market account pakken. Dus dat is mooi. En dan kun je namelijk, stel dat je zegt, nee, ik heb interesse in het systeem. Dan kun je alvast een beetje pielen, een beetje oefenen met demo. En als we het op de demo hebben gezet, kun je ook altijd switchen naar live omgeving. En dan pakt hij dezelfde instellingen. Dus wie vond het tot dusver waardevol, dames en heren, traders of aspirant traders? En wie zegt, nou, wie wil ook wel een vrijblijvende, ja, toch een vrijblijvende demo, zeg maar. Via de forms kun je dat ook, kun je dat dus aanvragen. Ja, interessant, zeker voor erbij, absoluut. Ja, Frank, jij kent mijn Calendly link. Schiet gerust even een call in met mij. Een demo. En dan pakken we even een, ik zit een beetje vol, maar dat geeft niet. Pak weer een half uurtje. En dan geef ik gewoon een demo, ook een andere. En dan wil ik even gaan kijken. Ja, Adrie, ik kom volgende week weer richting Texel. Dus als je het leuk vindt, wil ik jou daarmee wel privé dan even bij
bij helpen. Desnoods met een Tessels biertje in de hand. In een cafeetje zo. Ik heb trouwens bij Chance, heb ik in februari volgens mij een sessie gegeven. En dat zou je kunnen navragen bij de ondernemers. Ruud ook, Adrie. Dus met andere woorden, mocht je niet zo lang willen wachten, feel free om even aan te geven. Dan kun je ook daarvoor natuurlijk nog een demootje doen. Maar wat belangrijk is, dat je gewoon discipline aangeeft. Waar ik ook nog meer geïnteresseerd in ben, waar loop je eigenlijk tegenaan? Of het nou met beleggingen is of met traden. Het maakt niet uit wat. Wat zijn eigenlijk de bottlenecks? Deborah zegt langzaam. Waarschijnlijk met aandelen dat het langzaam gaat. Klopt dat? Ja, veel inzetten, langzaam gaat. Ja. Met andere woorden, dat is ook inderdaad zo. Ik heb ook posities in dividendaandelen bijvoorbeeld. Dan heb ik bijvoorbeeld voor $1000 wat ingezet. En dan heb je 4-5% rendement op jaarbasis. $40-50. En prima. Maar dat is een potje. Ik zou zeggen, het beleggen inderdaad is een pilaar. Trading is ook een pilaar. En dividendinkomen genererende strategie is ook een pilaar. En crypto is een pilaar. Dus we maken het niet al te ingewikkeld inderdaad. Verlies nemen, ja, dat is heel moeilijk inderdaad. Maar dit is ook met systemen, DRAM. Dat is, als je de take profit en stop loss erin hebt, dan, ja, dan word je gewoon uitgenokt en dan heb je gewoon verlies genomen. En dat hoort er gewoon bij. Damien zegt de tijden. Ja, ik denk dat de moeilijkheden met de tijden is, dat je niet altijd kan handelen. Dus daarom ook inderdaad dat je automatisch tradingbots hebt. Ja, dat kan. Maar dit kun je ook gewoon in op een tijd doen, 's nachts in Amerika of in Azië. Skills, Frank, inderdaad, skills. Skills kun je aanleren, absoluut. Hè, dat moet je gewoon doen. Screen time, dat is heel belangrijk. Ik zou zeggen, demo-account is prima om te kijken hoe die knopjes werken, maar blijf niet te veel in de demo-fase hangen. Misschien ken je het wel, als je een meid aan het versieren bent, hè, dan wil je kom je in een soort friendzone, daar wil je niet zitten. Je moet zo snel mogelijk uit de friendzone. En dat is een demo-account ook. Maar ik ken ook heel veel traders die zitten nog steeds in de friendzone te handelen, in de demo te handelen. En die komen er gewoon niet uit, omdat ze dan geen emotie voelen. En dan gaan ze naar een live-omgeving. En de beste zuchtje tegenwinden worden ze bang, gaan ze terug naar de demo. Dus mijn advies is, begin klein en bouw het gewoon uit, het cirkeltje. En het voordeel is dat je met die Forex, dat je dus zegt, ik ga een 0,5% van mijn account riskeren iedere keer. Dus des te hoger de account wordt, des te groter je posities worden, des te kleiner je account, des te kleiner je positie automatisch neemt. Die Ram zegt, trade nu zonder stop los, maar trade ook wel met assets in eigen beheer. Oké, prima. Je kunt ook zonder stop los handelen. Dat doe ik ook wel eens, met aandelen zo. Maar zorg dat je wel een exit hebt, dat je zegt, nou, als dit dan dat. Ik wil je nog meenemen naar de markt. Ik heb jullie beloofd naar dingen te gaan. Er is nog een bonus. Dit is een onbeperkt internetcoaching. Wat het betekent, weet ik niet. Dat is van Alois. Dus als je voor vrijdag nog 24 uur reageert, nou, dan krijg je dit erbij. Dan moet je me even met Alois bespreken. Dit was de presentatie weer. Ik ga nu naar de oliemarkt. Dan gaan we kijken naar profielen. Kun je dus een aantal profielen kiezen. Ik heb ook een olieprofiel gemaakt volgens mij. Olie. M2W Oil. Dan ga ik deze inladen. Dan ga ik even jullie ook laten zien wat hier de implicatie van is. Hè? Hoe groot is de contract size? Wat kun je ermee? Nou, gaat even langzaam. Ik moet altijd even refreshen. Even kijken. Dit is, even kijken. Ctrl-M is de markt. Ctrl-M. Ga je kijken, altijd checken. Onderliggende waarde. Crude oil, dat is 100 barrels. Dat betekent dat je dus hier specificatie 1 contract is 100 vaten olie.
En dit is, even kijken hoe de settlement is. Heel belangrijk. Settlement. Uitvoering. Met futures heb je soms ook wel fysieke leveringen en zo. Dat moet je niet hebben. CFD leverage staat er niet bij. Uitvoering. Maar je moet niet tot het einde blijven zitten. Dat weet ik wel. Ook een waarschuwingje. Stel dat je één contract handelt. Dat is dus 100 vaat olie. Dat betekent dat je van pak een beet 41 naar 42, $100 rijker bent als je long zit. En als je naar beneden gaat, ben je dus, ga je dus naar beneden en dan heb je verlies. Als je één contract handelt, dan ben je dus swap long. Stel dat je long overnight meeneemt, ben je $28 lichter. 17,99 elke dag. Dus dat is eigenlijk een kwartje, maar bijna 28 cent, wat je dan goed moet maken. Dus daarom is ook mijn advies, ga niet overnight. Ga gewoon rustig slapen. Heb je het slecht gehad, nou, dan is jammer. Nou, hier moet ik even kijken naar de contractgrootte. Dan ga ik nu naar nieuwe order. De olie. En dan kan ik... Ah, 0,1 kun je ook nog handelen bij Admiral Markets. Dat is mooi. Dus dat betekent dat ze nu dus in plaats van 100 speel je nu een dubbeltje per volpunt, meen ik. Dus dan kun je ook heel klein handelen. Nou, ik doe meestal een halfje of zo dan, dat is wel goed. Nou, hier wil ik ook even kijken, waar staan die pijlen? Staan die pijlen überhaupt? Ja, ik zie ze niet. Dan moet ik even kijken hoor, hoe ik dat ga fixen. Ik wil dat aan de hand van de dashboard DAX doen. En ik hoop dat hij hem pakt. Nou ja, hij is nu laden volgens mij. Want ik wil graag die lijnen erin hebben. Ah, kijk. En nu ben ik bang dat die... Ja, die pijlen die zweven daar in de lucht. Maar dan komt omdat de DAX natuurlijk in duizenden is. 1000 punten. Dus wat je dan gaat doen via indicator list. Pakken we system. Display arrow zetten we op normaal closest. Dus dan zetten we deze sluit. En als het goed is komt die erbij. En dan zie je dus dat die dicht op de grafiek is. Nou, gaan we weer kijken. Zien we dus ook hier zien we een trendomkeer in de 1 minuut grafiek. Een bolletje zie ik. Eerst de pijl pakken we niet, tweede pijl wel. Nou, dan zie je dus dat je van 41, zeg maar 93... na 65 gaat, 3 dubbeltjes. Nou, dat is niet verkeerd, want maal 100 is $30. Dan pak je gewoon $30 naar beneden toe. En nu zie je dus ook dat we nu bolletjes hebben. Beloof me één ding, als je hiermee gaat handelen, ga niet long in een rode lijn en ook niet short in een blauwe. Maar nu zien we dus omslag blauw. Dus het enige wat je hoeft te doen, tenzij je kleurenblind bent, dat je ziet dat er een blauwe lijn is. Dan ga je wachten op een koopsignaal. Nou, dan ga ik wachten op een koopsignaal. Krijgen we die? Nu zien we een frown. We moeten een lachend gezichtje hebben. Oude trading zetten we aan. En nu is hij lachend. Maar dan wil ik ook even kijken. Hoe zit dat nou met de Expert Advisor? Ik wil per positie. Even kijken. 1 contract. Nou, ik wil 0,2 doen. Dat vind ik wel meer dan zat. En moet ik even gaan uitvogelen of 80 gedeeld door 8 is dus 8 punten. Dat lijkt me niet erg handig, want dat betekent als ik nu erin ga, dat dat dan op 49,76 wordt uitgevoerd of zo. Maar dus moet ik even aanpassen, Expert Advisors. Dan zet ik die op 8, oftewel 80 cent. Take profit. 80 cent. 8 is 80 cent. En 3 is. Nou, doe ik een dubbeltje. Ik denk dat deze goed is hoor. Dus stel dat ik nu al wil kopen. En buy. Doe ik hem. Oh, kijk, kijk, kijk. Nu komt er een rode lijn met een verkoop. En de olie moeten we goed in de haat houden. Want dus op 5 minuten is een downtrend. Dus ik denk dat de kans groter is dat die gaat zakken. Even breder perspectief weer. 15 minuten had ik toch die pivot points ingezet, hè?
Dan zie je dus ook dat die pivot point midden, daar is hij van vertrokken richting daily open. Droppen erover naar yesterday high, naar de resistance area 1. Valt terug naar R1. R2 is bijna aangetikt, ook een mooie, mooi niveau, afgeketst. Dus dat is ook een hele mooie situatie. Nou, wat je nou kan doen, stel dat ik zeg, nou, ik wil deze op sell-stop drukken. Dan ga ik kijken wat dit inhoudt. Ik mag eigenlijk nog niet short, want ik heb een bolletje. Maar dan zie je dat hij al gelijk erin pending is. Nou, zet deze toch even eruit. En ik voel de buil hangen dat ik straks weer een trillende vinger heb dat ik toch ga handelen. En dat ik dan tot 12 uur blijf zitten op kantoor. Er was ook een man, er was ook op in Best, een paar weken geleden hadden wij ook een webinar, van gewoon een fysieke seminar. En hij zei, ja, ik heb last van IT, impulsive trades. Hij had een trillende vinger. En hij zei, mooi dat je een dashboard hebt van dat je gaat handelen, maar heb je ook een knop van niet handelen? Dus die moeten we nog even inzetten. Maar goed, we moeten even geduldig wachten op een trade. Maar gaat er eigenlijk om dat je dus ook ziet dat ook in de oliemarkt dit op geld doet. En ook zelfs voor de lange termijn kun je deze toepassen. Dus stel dat je zegt, nou weet je wat, ik ga deze 5 minuten even op 1 uur zetten. Nou, dan zie je dus dat je ook hele mooie lange ritten kunt maken op de 1 uur grafiek bijvoorbeeld. Ja, dan heb je dus een omslagstelsel, omslagpunt van short naar long. Nou, hier ook. Dan heb je een puntje. Oh, hij flipt het terug, zag ik. Ga ik even kijken of ik die terug kan halen. Maar het systeem is op zich duidelijk. Hè? Je moet gewoon kijken bij long signalen in de blauwe lijn. En bij short is dat andersom. Dan ga je gewoon met de richting van de markt short. En het leuke is dat we namelijk ook begin dit jaar hadden wij ook een behoorlijke sell-off gehad in de oliemarkt. En dan dropt die echt tot onder de nul, zeg maar. Dat was echt bizar. Nou, hier is ook een goed voorbeeld. Als je een breder perspectief hebt, hè, dus een bredere markt, heb je 36 low, heb je dus van short naar long. Nou, dan zien we dus ook een 5 punten. Dat is best wel huge in olie. Dus voor zover ga ik kijken of er nog vragen zijn. Zo niet, dan wil ik richting de uitgang een beetje gaan, gaan afronden. Deborah, die zegt, ik wil een skill leren. Je hebt zoveel crypto, forex en CFD's opties. Kost van een jaar studeren. Eén groot voordeel, Deborah, ik hoop dat je goed kan zien. Dat je verschil ziet tussen blauw en oranje. En dat je ook weet dat een koopsignaal, een blauwe koop en een rode verkoop is. Meer hoef je niet te leren. Dat kun je binnen een uur leren. Dus daar op intradag trading hoef je niet heel veel te leren. Je moet alleen weten wat voor markt je handelt. Dankjewel Adrie, we spreken elkaar binnenkort. Je hebt mijn nummer. En leuk dat je erbij was, kerel. En we spreken je snel. En tot de volgende keer, man. Ik heb dus ook met een ander systeem met crypto, heb ik een andere benadering ook, dat ik heel kort een bal speel, maar dan met bepaalde exchanges. Morgenavond heb ik weer een webinar om 8 uur, maar dat is voor de elite, zeg maar, voor crypto traders van onze leden. Maar goed, wil je erbij zijn, kan ook. Ik heb een hele eenvoudige strategie. Ik pak binnen de top 10 van coins, pak ik een stuk of 5, 6 en elke week koop ik voor $250. Dus 5x50 koop ik de coins bij. Bitcoin voor $50 elke week. En Ethereum ook elke week enzovoort. En na verloop van tijd, na 1,5, 2, 3 maanden, dan room ik weer af. En het voordeel is dat je geen kennis hoeft te hebben van crypto's, maar mij ook niet uit wat voor crypto het is. En je hoeft ook niet te weten wat dat betekent. En dan kun je ook een heel eenvoudige strategie doen. Maar goed, even terug te focussen op dit geheel. Zorg in ieder geval dat je met 1 of 2 markten begint. Meer niet, maak het niet al te ingewikkeld. En zorg dat je je cirkeltje groter maakt. Begin klein en maak het cirkeltje groter, heb je succes. Je hebt minder succes, maak het cirkeltje weer kleiner. Ja? Oké. Okay.
Nou, ik weet niet of er nog andere vragen zijn van jullie op dit moment. Dan ga ik toch richting de afrondende fase. Ah, oké. Nou, Deborah, kijk gerust naar cryptoacademy.nl of voer even die form in, form, en dan zeg je van even de crypto's bijpakken. Marianne van der Steen, bedankt uiteraard voor jullie deelname. Ik vind het cool dat jullie aanwezig waren. Mark Lefevre zit er ook bij. Mooi dat je ook bij bent. Peter Dictus, ook heel fantastisch. Hans van mij, ook bedankt voor jullie goede vragen. En ik hoop dat ik jullie ook wat heb meegegeven hoe je een trade kunt opzetten. Ook hoe je dus het een en ander kunt toepassen. En ja, tot binnenkort. Feel free om ook een call met mij in te plannen via Calendly of via de form. En dan neem ik gewoon even rustig tijd voor. Dankjewel, ML, Mark Lefevre. Grote interesse in crypto. Tuurlijk, Johan, je hebt nog wat te goed. Dus stuur even een mailtje. En ik zag ook een andere. Dat is Damien Frank Hagemans. Graag gedaan. Iedereen, ik rond af. Ik denk morgen, ik ga straks naar huis. Ik sling er dan even het webinar-linkje op. Krijg je ook per e-mail toegestuurd. Ik wens je heel veel succes en tot de volgende keer. Hasta la vista. Dag. Dag Igor. Ciao. Op naar het volgende webinar. Zo is dat, heer Ram.